Auto, hoor je een auto? Oh, wat een lekker badje. Nou, en wat een verwenderij, Eline. Worden jouw voeten gewoon eventjes... Wegbrek aan, pedicure. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Maar het is nog niet af, deze scones. Oké, ik ga mijn baby's wakker maken. Want toen Alexis ging slapen is Nick ook in slaap gevallen. En het huis was netjes. En ik dacht, ik kan hier natuurlijk zelf ook even een dutje doen. Maar daar ben ik gewoon niet zo goed in. Dus ik ben gaan bakken. En ik heb net de lunchtafel gedekt. Samen met mijn guilty pleasure, namelijk de Kardashians, die staan op. Nou, jullie kunnen dat niet zo goed zien, maar daar op het scherm heeft Nick echt een hekel aan de Kardashians. Dus ik ga het nu gauw uitzetten en dan ga ik ze wakker maken, want ze hebben lang genoeg geslapen en ik heb honger. En dit zijn dus mijn lekkere scones geworden. Cinnamon scones en chocolate scones. Zo mooi, Alexis. Mooi, hè?
zijn eindelijk onderweg naar mijn zus, die wij echt al dik 3 maanden, 4 maanden misschien al niet hebben gezien met onze vakantie erbij. En we gaan eindelijk weer baby knuffelen met kleine Dante. En mijn zus en zwager die hebben een super chille tuin en die is helemaal kiddie-proof met hun 3 kinderen. Dus Alexis kan eindelijk weer lekker spelen, vrij. En natuurlijk met Nové en Morris. Dus ik heb er heel veel zin in. Dus gaan we weer. Wij zijn Dalgona koffie aan het maken, Mor. En dan moeten we heel lang mixen. Hè? Wow. Het was dus mislukt. Dat zou je niet zeggen. Kijk dit ventje nou. Hij kan nooit aandacht vragen, zeg maar. Hij is altijd zo komisch. Je bent aan het poepen. Nee, dat zegt hij gewoon even. Ik ben er ook nog. Ja, ik heb Wouter. Kijk, ik kan flirten. Springen! Springen! Wow! Morgen kom jij hier? Ik mag springen. Hey ventje. Cheers! Chin chin. Oh ja, inderdaad. Proost! Proost! Cheers, baby! Oh, zo, ik kan echt niet meer fluiten. Hey, het is dinsdag en het is alweer einde van de dag. Oppas was niet beschikbaar vandaag, dus Nick en ik hebben allebei halve shifts gedraaid vandaag. Mijn helft was vanmorgen van 9:30 tot 5:30. En Nick is nu naar kantoor. Leek mij een heel eerlijke verdeling. Dus ik ben ondertussen thuis en ik ben nu het bad vol aan het laten lopen, want ik wil eventjes lekker nog in bad met Alexis. Ik heb mijn horloge niet meer om, want die heb ik al afgedaan, maar het is 7:00. En ik weet dat normale baby's gaan al nu al lang naar bed, maar Alexis die is meestal wakker tot 9:00. En ik ga haar nu extra moe proberen te maken door lekker in een warm bad samen te gaan, want vanmorgen vroeg had ik geen tijd meer om haar in bad te doen. En Nick is lekker met haar thuis gebleven vandaag. Dus dat is mijn planning voor vanavond, even lekker relaxen aan na een super... Nee, productieve werkdag weer. Dit is mijn outfitje van vandaag. Deze boots zat ik aan. Lekker casual. Nine, tante Nine. Ga je Rebel uitlaten? Buiten, wil je naar buiten? Arme Rebel. Jongens, kijk nou even wat voor onwijs leuk cadeautje ik heb opgestuurd gekregen voor Alexis. Zo leuk. Ze had me een berichtje gestuurd of ze dit tasje voor Alexis mocht maken. Ma petite Jackie.
Super cute, toch? Echt leuk. En Alexis is dol op tasjes. En die, vooral die van mij, om die open te maken en mee rond te lopen en dingen in te doen. Dus ze gaat het echt fantastisch vinden. Dus deze ga ik morgenochtend aan haar geven. Eigenlijk hadden we nu op vakantie moeten zijn met het gezin. En had ze lekker in de zon rond kunnen lopen met dat tasje. Maar we zijn thuis. En met heel Nederland in een intelligente lockdown. En ik vraag me af wanneer we in godsnaam weer een keer naar buiten kunnen met z'n allen. En weer ons normale leven kunnen oppakken. En wanneer we weer op vakantie kunnen. Maar tot die tijd. Calm your titties. We zijn nog steeds in lockdown. Kijk, ja, zo weer. Mooi is een tas. Ja. Wauw. Mm. Vind je die zo mooi? Ja, mama, we hebben er al spulletjes in gedaan, hè? Nee. Moeten die eruit? Uit. Uit. Wat? Tas. Kan je dat zeggen? Tas. Goed zo. Zo. Heb je al gezien wat de mooie kleurtjes hier? Ik heb vanmorgen eventjes thuis gewerkt en het is ondertussen 12 uur en ik ga nu gauw naar kantoor voor een aantal meetings. Dit is mijn outfit van vandaag. Met deze supermooie jacket colbert van de nieuwe collectie. En de skinny jeans van deze collectie en natuurlijk mijn mooie cowboy boots. Ja. Ik neem jullie mee en ik ga vanmiddag ook nog even, dat staat op mijn planning, einde middag, ga ik nog even een kleinigheidje halen voor Nick. Want wij zijn 1 mei 5 jaar samen. En ik had dus een hele verrassing geregeld. En uiteindelijk dacht ik, dit is eigenlijk helemaal niet handig in deze gekke coronatijd. Dus ik had echt hele wilde plannen. Een heel 5-sterren hotel had ik afgehuurd en nou, van alles en nog wat. En uiteindelijk zijn de kindjes hier en denk ik, ach, het is toch eigenlijk ook veel leuker om het allemaal gezellig thuis hier samen te vieren en niet zo'n gekke boel van te maken. Als deze coronatijd voorbij is, dan vieren we dubbel en dwars. Dus dat is mijn planning. Dus ik ga een kleinigheidje halen, want ik weet ook helemaal niet of Nick überhaupt eraan denkt dat we 5 jaar samen zijn. 1 mei. Want ik ken hem, hij is ook super druk. En het is natuurlijk een beetje een gekke situatie. Dus ik vraag me af of hij er überhaupt aan denkt. Maar ik ga in ieder geval eventjes iets kleins halen. Normaal pak ik echt uit, maar dat sla ik deze keer eventjes over. Ik ga uiteraard wel even heel super lekker bijzonder eten bestellen. Op 1 mei lanceert Vis aan de Schelde namelijk dat ze ook gaan bezorgen aan huis. En ik weet dat Nick en de kindjes vis super lekker vinden en ik zelf ook. Dus ik denk dat we met hun iets gaan regelen. Dat zij lekker eten van ons maken en dat ik dat daar ophaal of zo. Dus ik ga eventjes kijken hoe we dat gaan regelen. Zo. Nou, ik ben bijna op kantoor. Ik heb gisteravond met Nick Dragon's Den teruggekeken. Er is nu een Nederlandse versie op tv. Voor diegenen die niet weten wat het is. Er zijn er 4 dragons die allerlei pitches voorgeschoteld krijgen van startende ondernemers of kleinere ondernemers die vragen om een investering of die behoefte hebben aan het verkopen van aandelen aan deze dragons voor kennis en kunde. En super interessant. Dit concept van Dragon's Den bestaat al veel langer, ook in andere landen. En Nick en ik kijken dat dus vrij lang. Want ik vind het gewoon leuk, al die ideeën van startende ondernemers. En dan zitten we er uitgebreid over te speculeren wat wij zouden doen. En tot mijn grote verbazing werd ik dus 2 jaar geleden
zelf voor dit programma gevraagd om deel te nemen als dragon. En ik vond het natuurlijk een eer dat ze me daarvoor vroegen, maar ik was bekend met buitenlandse varianten. En de dragons die daar zitten, die zijn gigantisch kapitaalkrachtig. Die hebben nogal een kapitaal, nogal een vermogen. En ik moet wel zeggen dat ze deze Nederlandse versie hebben ze ook echt wel een aantal zeer kapitaalkrachtige Nederlandse dragons gevonden. Maar destijds vond ik mezelf in ieder geval niet kapitaalkrachtig genoeg. En het programma is toch echt leuker om naar te kijken als er dragons zitten die het leuk vinden. Het is meer, je moet die bedrijven het gunnen. Want de kans is klein dat daar een ondernemer staat waar je echt mega veel aan gaat verdienen. Je hebt vooral een adviserende rol. Dat maakt het leuker om naar te kijken, toch? Als er dragons zitten die gewoon meedoen en investeren. En die ook gewoon geld genoeg hebben om daar een beetje mee te gokken. En dan ben je natuurlijk ook super benieuwd wat er met die bedrijven gebeurt daarna. Als er zo'n dragon is ingestapt. Dus Nick en ik google ook altijd al die bedrijven. Daar laten ze overigens wel de merknamen zien. Hier in Nederland doen ze daar een beetje vaag over. Dan mogen ze de naam van hun bedrijf niet echt benoemen. Maar wij kijken dus ook altijd hoe is het uiteindelijk verlopen met die bedrijven. Dus dat doen we hier ook bij de Nederlandse versie. Er zijn geloof ik nu 3 afleveringen geweest. En ik ga echt stuk om meneer Peridon. Want die is gewoon zo recht door zee en zo grappig. En zo is Nick ook. En nou ja, wij zijn gewoon gek op hem. Hij is echt lachen. En hij heeft ook gewoon centjes en het interesseert hem allemaal niet zoveel. En hij smijt er haast mee. Ik geloof dat hij elke uitzending wel in een aantal bedrijven investeert. Maar hij is gewoon super eerlijk en mega intelligent natuurlijk. En fantastisch zelf ingenomen, maar terecht ook, zeg maar. Dus hij weet gewoon wat zijn waarde is en dat vind ik wel mooi. Die zelfverzekerdheid die hij, zeg maar, heeft. Maar goed, er zitten ook een paar dragons. Er zitten dragons voor spek en bonen bij. En dat ik denk, waarom doe je precies mee aan het programma? Wat is je intentie? Wat is je doel precies om mee te doen? Dat idee van het programma is dat je dus, weet je, een beetje je geld gaat investeren. En het enige wat ik hoor van de dragons die dan niet investeren is, ja, het is niet mijn branche, ik heb er niet veel verstand van, dus ik doe niet mee. Maar dat is natuurlijk heel logisch dat er continu ondernemers zijn die ideeën pitchen met bedrijven waar jij geen kennis van hebt. Dat is heel normaal. En dat zou niet een reden moeten zijn om niet, zeg maar, mee te gaan in een investeringsronde. Dus dat argument wordt steeds benoemd. En als er dan een bedrijf is die wel in de dragons branche zit, dan is weer het verhaal, ja, dat is mijn branche en ik weet het beter en dit ga je niet redden. En dan denk ik, waarom doe je dan mee? Dat snap ik niet helemaal. Ik weet niet wat jullie mening erover is, maar dat is een beetje wat ik nu voel. Deze Dragons Den editie van de Nederlandse versie. Maar ik moet wel echt zeggen, ik vind Sean trouwens ook echt een topper. En ik vind het een beetje sneu dat ze dan in er eentje zo in het midden zit. Want de andere dragons die spelen steeds een beetje samen. En op een of andere manier voelt het alsof zij een beetje in het midden ook echt gelaten wordt. Terwijl zij echt een mega indrukwekkend cv heeft ook. Dus, maar ik vind het ook wel cool dus dat ze hebben gekozen voor 2 vrouwelijke dragons en 3 mannelijke dragons. Dat er nog een soort van balans is daarin. Dus we hebben ook wel, dat blijkt dus, hun best gedaan om dus vrouwelijke dragons zover te krijgen. En wellicht is dat helemaal niet makkelijk. Want je wordt toch altijd een beetje op een bepaalde manier neergezet op televisie. En daar heb je dan maar mee te dealen. Dus misschien hebben de dragons daar ook weer mee te maken. Dat ze worden wel een beetje, de vrouwelijke dragons, een klein beetje gepest. Dat gevoel heb ik door de andere dragons. Maar ik ben dus heel erg benieuwd wat jullie mening is over dit programma. Want het is echt een van mijn favoriete programma's om naar te kijken. Ik vind het altijd heel erg leuk en ik geniet ervan. Maar lef hebben ze wel om daar te gaan zitten en hun mening te geven op nationale televisie. En eventueel dus zelfs geld investeren. Dus ik vind het een leuk programma om naar te kijken. Wat vinden jullie? Trouwens, in de aflevering die ik gisteren heb gezien, er zat dus een concept. Er zaten trouwens 2 concepten in die ik echt super interessant vond. De ene zat in de zorgsector. En ik ben onwijs slecht in namen, dus ik weet de naam van de meneer die aan het pitchen was even niet meer. Maar die had echt een super goed verhaal over de zorg. En dat trok mij enorm aan. En het klonk gewoon ook super goed. Die vond ik een hele goede pitch hebben. Dus daar had ik zelf ook echt, als ik een dragon was daar in het programma, maar ik heb makkelijk praten, want ik heb nee gezegd en ik zit daar niet, zou ik ook zeker iets mee doen. Maar dat is dus die gunfactor waar ik het over had. En de andere was dus van het waterflesje.
met de vitaminesupplementen die dan zeg maar vastzitten aan het flesje, het doosje zit dan vast aan het flesje. Dat vond ik echt zo'n topverhaal. En Nick en ik zijn gaan googlen, hoe gaat het nu met dat bedrijf, zeker met de coronacrisis nu. En er is dus een verhaal over gepubliceerd en ik zal dat linkje eventjes delen hieronder. Maar in ieder geval is het leuk om te lezen wat er met de bedrijven gebeurt nadat ze meedoen aan zo'n programma. Dus ik zal die link eventjes delen, dan kan je zelf even lezen. Het is wel een cool verhaal. En die jongen die is dus nog maar 27. Ik dacht dat hij wat ouder was toen ik hem daar zag op televisie. Die dus dat flesje Jos, hoe heette dat flesje nou, hoe noemde die het? Nou, in ieder geval een fles. En daar zitten dus doosjes aan vast waar je vitaminepillen in kan doen. Zodat je dus nooit je vitamine vergeet. En je hebt het altijd bij de hand, samen met het water. Super logisch ook. Maar die gast is dus super jong. En echt een geboren ondernemer. En ik had ook zeker als dragon zijnde daarin geïnvesteerd. Onwijs goed verhaal had die jongen. En klonk super goed. Alright. Ik ga zelf aan het werk. Ik wil even dit mooie doosje met jullie delen. Ik had beloofd dat ik jullie ook op de hoogte zou houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Want dit is zeg maar een voorbeeld van een hele mooie doos van George V. die jullie van ons gewend zijn in de webshop. En hoe graag ik ook dit soort mooie dozen op ze willen blijven sturen, is dit natuurlijk een veel duurzamere doos. Die zijn er allebei natuurlijk in verschillende maten. En we zorgen altijd dat het is ingepakt in een doos die past. Zodat er niet onnodig veel karton gebruikt wordt of zo. Maar dit is een veel duurzamere doos. Dat kan je zien. Hij zit wat anders in elkaar. Er wordt geen verf gebruikt. Het is allemaal wat beter voor het milieu. Maar ik ben zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik vind hem dus, ondanks dat hij wat saaier is qua kleur, wel heel erg cool. Dus dit is nu zeg maar het eindresultaat. Het is alleen jammer dat deze sticker er nu alvast op zit. Want we hebben wat naar onszelf toe laten sturen hier op kantoor. Omdat ons magazijn nu natuurlijk extern zit. Dus ze zijn even minder netjes met plakband en zo erop. Maar even ter demonstratie. Maar dit is dus het ontwerp van onze nieuwe doosjes. En ik ben er dus hartstikke trots op. Dus ik hoop niet dat jullie denken dat ik geld probeer uit te sparen of zo door over te gaan op deze dozen. Maar dit is gewoon een veel duurzamere constructie. Deze doos zit beter in elkaar en is met een speciaal team ontwikkeld om alles zo duurzaam mogelijk te maken. Dus ik ben er best wel trots op. En ik vind hem echt minstens zo mooi als deze doos. Let me know what you think. Zo, ik ben weer eventjes in de studio. En ik wil jullie eventjes reminden dat deze twee jurkjes die ik hier heb, deze week nog, dus deze vlog komt vrijdag online en dan is tot en met zondag loopt de actie op deze twee supermooie jurkjes in de kleur Sunset en Cacao. Daar loopt nu de Get Comfy actie op en dat betekent 20% korting. En ik heb ze echt al heel vaak aan jullie laten zien en aangetrokken. Ik zal in deze vlog nog eventjes laten zien hoe ze er uitzagen op mij. Door in de link in de omschrijving te klikken kan je meteen naar deze jurkjes toe op de webshop en ze bestellen. Dus tot en met zondag met 20% korting en daarna dus weer voor de normale prijs. Dus die tip wilde ik nog eventjes meegeven, want ze zijn echt super nice, heel erg comfy en perfect voor aankomende zomer. En van dichtbij kan je dus onze mooie V-print zien. En het is gewoon echt een heel lekker stofje. En ik kan dus eigenlijk niet kiezen welke kleur ik leuker vind zelf. Ik heb ze allebei in ieder geval in mijn kast hangen. En welke jurk ik van de laatste drop eventjes aandacht wil geven, dat is deze jurk. Want deze jurk, die had ik tijden terug in de kleur cream aan toen ik op Aruba was. En daar heb ik zoveel reacties op gekregen. En nou is die haast al uitverkocht, maar die is er dus ook in deze kleur groen. En hij is er dus ook in zebra. Maar ik laat nu ook eventjes in deze vlog nog zien, toen ik op Aruba was, hoe ik de jurk stijlde. Dan weet je hoe die, hoe mooi die is, zeg maar. Hij is heel mooi asymmetrisch en hier zitten touwtjes. En die kan je dan aantrekken, strakker en korter. En zo kan je zelf de jurk, zeg maar, langer en korter maken.
Dus voordat hij helemaal is uitverkocht, heb ik hem in ieder geval eventjes aan jullie laten zien nog. Want het is echt een van mijn lievelingsjurken van deze collectie erop. En nu moet ik mega haasten, want ik wil dus nog een cadeautje kopen voor Nick in de stad. Hij is nu eventjes in België. Dus ik weet in ieder geval dat ik hem niet tegen het lijf ga lopen, omdat hij stiekem een cadeautje voor mij aan het kopen is of zo. Dus ik moet nu echt eventjes haasten, want dat wil ik snel nog eventjes doen. Dus ik ga alvast mijn vlog afsluiten voor deze week. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Bye bye! Focus on the bright side.